Goedemiddag allemaal. Welkom vandaag bij het webinar waarin we het gaan hebben over rookwerendheid. Ook wel bekend is als SA en S200. Volgens de NEN 6075, dat zegt jullie misschien wel wat inmiddels. Mijn naam is Sliman Azougag en we gaan ook direct beginnen. Even maar eventjes een korte inhoud van deze presentatie. Waar gaan we het allemaal over hebben? Nou, we zien het al even aan het plaatje. We gaan het hebben over rook en hoe rook zich verspreidt binnen gebouwen. En hoe we daarmee omgaan in combinatie met doorvoeringen. Dus daar zit ook een stukje inleiding passieve brandpreventie in. We gaan het hebben over de NEN 6075 uiteraard in het kort. We gaan kijken wat rookwerendheid nou precies is en ook gaan we het hebben over de testmethodiek, van hoe worden die testen nou precies uitgevoerd. Dat is vanuit onze rol als fabrikant natuurlijk wel belangrijk om dat op een goede manier te testen volgens de norm. En we gaan ook even kijken naar eisen die gesteld worden aan bestaande en aan nieuwbouw. En zeker dat gedeelte nieuwbouw is belangrijk, omdat die rookwerendheid daar natuurlijk een belangrijke rol speelt inmiddels. En ook zeker in de toekomst zal gaan spelen. Eerst maar even een inleiding passieve brandpreventie, want het een kan eigenlijk bijna niet zonder het ander. Rookwerendheid is één gedeelte, maar brandveiligheid is daarin tegen ook een heel belangrijk punt om eventjes bij stil te staan. Als we het hebben over brandveiligheid, nou, dan willen we dit soort taferelen niet hebben, wat we hier op het plaatje zien. Dus dat de brand uit de gevel en uit de tak slaat en dat brandweermensen moeite hebben om de brand te bestrijden. Nou, voordat dit aan de hand is, heb je natuurlijk te maken met die rookverspreiding binnen je gebouw. Nou, dat begint met koude rook, daarna wordt het warme rook, dan heb je een flashover en vervolgens heb je dus een brand binnen je gebouw. Eerst maar even kijken wat die brand nou precies inhoudt. Als we het hebben over weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, dan zijn het eigenlijk twee aspecten waar we naar kijken. Die brand die begint op een bepaalde verdieping in een gebouw. In dit geval zijn er twee gebouwen naast elkaar met twee bouwlagen. De brand begint in dit geval op de eerste etage. En die kan zich via de buitenlucht begeven naar een ander brandcompartiment. Dus dan hebben we het echt over brandoverslag. Hij gaat door de buitenlucht. Maar het kan ook nog steeds in hetzelfde gebouw blijven, waarbij hij dus in een lager verlegen verdieping via het raam oversteekt naar een hoger gelegen brandcompartiment. Dus naar de volgende verdieping. Nou, dat is dus brandoverslag. En als we het dan hebben over branddoorslag, dan gaat die brand daadwerkelijk ook door de constructie heen. Dus dan gaat die brand door wanden, of door vloeren, of schachtwanden. En dan heb je dus een brand op de vloer. In dit geval een hooggelegen compartiment waar je het niet wil hebben. En die brand kan zich uiteraard ook via wanden en met name ook schachtwanden verspreiden. Dus dan gaat die brand door je schachtwand en heb je dus een brand in je schacht. Waarbij die natuurlijk ook op een hoger gelegen verdieping weer naar binnen kan slaan. Nou, dat is even heel kort gezegd het verschil tussen branddoorslag en brandoverslag. En als we het dan hebben over rookweerstand, ja, dan is dat ook altijd iets wat door de constructie heen gaat. Dus langs je doorvoeringen, langs je naden en kieren. Maar die gaat dus ook door je constructie heen. Nou, we hebben een aantal criteria om die brand te beoordelen. Dat is altijd de R, dus de dragende functie van je constructie. Dus er moet in alle tijden moet die constructie voldoende stabiel blijven. Tenminste, net zo stabiel als die doorvoering die we dan brandwerend gaan afdichten. Vlamdichtheid speelt ook altijd een belangrijke rol. Dus dat betekent dat je geen vlammen of hete gassen mag waarnemen aan de koude zijde van de constructie. Want op het moment dat je wel die hete vlammen waarneemt of die hete gassen meet, dan zou je dus een brand kunnen krijgen aan die andere zijde van de constructie, daar waar je hem niet wil hebben. Thermische isolatie, een belangrijk aspect ook. Dus de vlammen hoeven niet altijd aan de andere kant van de constructie aanwezig te zijn, maar het kan puur door warmtestraling, hè, dus doordat de leiding gaat opwarmen en dat de temperatuur gaat doorgeven naar de andere kant, kan het dus zijn dat je dus aan die koude zijde ook een brand zou kunnen krijgen. De maximale temperatuur is daar gesteld op 180 graden. En dat is zo'n beetje de spontane ontbrandingstemperatuur van de meeste materialen. Voor constructieonderdelen geldt 140 graden gemiddeld. En ook dat maximum van 180 graden. Maar als we het puur hebben over doorvoeringen, dan kijken we eigenlijk alleen maar naar dat maximum van 180 graden.
Warmtestraling gemeten op een meter afstand. Dat is niet zozeer op het gebied van constructies zoals wanden en vloeren of doorvoering. Maar het heeft meer te maken met ramen, deuren en luiken. Want daar zegt de norm eigenlijk, je mag op een meter afstand geen hogere temperatuur meten dan 15 kilowatt. En die 15 kilowatt staat gelijk aan zo'n 360 graden. Ja, dus dat betekent de doorvoeringen 180 graden maximaal. De constructie ook nog dat gemiddelde van 140 graden. En te plaatsen van je ramen, deuren en luiken mag je 360 graden meten. Nou, wij zijn fabrikant van doorvoeringsproducten. Dus voor ons is belangrijk die dragende functie, die vlamdichtheid en de thermische isolatie. Nou, op het moment dat je te maken hebt met doorvoeringen, dat gaf ik al in de eerdere dia aan, dan gaan die door constructies heen. Nou, dat kunnen horizontale brandscheidingen zijn, dus dan hebben we het over vloeren. En dikwijls zijn dat betonnen vloeren. Het zijn ook de vloeren die we testen in een dikte van 150 mm. Daarbij wordt de brand ook vanaf de onderzijde beoordeeld. En we kunnen het hebben over verticale compartimenteringen. En dat zijn dan je wanden. En daarbij mogen die schachtwanden ook niet vergeten worden. En vooral die schachtwanden die worden vaak opgebouwd uit een kalkzandsteen bijvoorbeeld van 70 mm dikte. Maar heel vaak kom je ze ook tegen met een metal strut frame van 75. Met aan één zijde bijvoorbeeld 2 keer 15 mm gips. Maar dat zijn ook brandscheidingen en die moeten ook gedurende die brand dus gesloten blijven. En daarbij krijgen we soms dus ook dat rookaspect. Hè. Dus dat betekent dat voor deze constructies, volgens die in NEN 6075, ook rook een belangrijke rol gaat spelen. Dus dat betekent dat alle naden en kieren ook tegen rookdoorgang afgesloten moeten worden, mits dat de eis is uiteraard. Nou, wat zwakke punten binnen rook- en brandscheidingen. Nou, dat kunnen bijvoorbeeld je buis- en leidingdoorvoeringen zijn. Nou, die dichten wij eigenlijk altijd al af op het moment dat we voor die brandweerstand testen. Dus die leidingen die worden netjes rondom afgekit met multisealant A-kit of met multimesk SP, dus een brandwerende kit. En daarna wordt een brandmachet gemonteerd. Nou, dat brandmachet dat doet voor de rookwerendheid niet zo heel veel, maar die kit die daarachter zit, des te meer uiteraard. Want die zorgt ervoor dat die rookverspreiding via die naden en via die spatie rondom de doorvoeringen dus geen doorgang kan vinden naar het aangrenzende compartiment. Nou, het is helaas nog altijd zo dat rook doodsoorzaak nummer 1 is op het moment dat we het over branden hebben. Ja, dus dat heel veel mensen omkomen bij eigenlijk die giftige roken die via die doorvoeringen en die naden en kieren doorgang vinden tot in het andere compartiment. Nou, kabeldoorvoeringen, ook een heel belangrijk aspect. Die kom je eigenlijk bijna in alle gebouwen wel tegen. Zeker als je de hoogte ingaat. Die worden door zowel wanden als vloeren worden hier doorgevoerd. En ook hier moet het steenwalschotsysteem dus aangebracht worden. En daarbij dus alle naden en kieren tussen je kabels en je schotsysteem volledig afgesloten worden met de multimestic SP. Dus een brandwerende pasta in dit geval. Nou, dilataties die worden heel vaak over het hoofd gezien als we het over brandveiligheid hebben, maar ook als we het over rook hebben. Want via die naden en de kieren te plaatsen van je wanden en vloeren of wanden onderling. Nou, dat zijn eigenlijk hele grote lekken op het moment dat je te maken hebt met rookontwikkeling of met brand. Dus ook daar moet er nodig aandacht aan besteed worden om die volledig af te sluiten. Ramen en deuren, ook dat zijn dus potentiële lekken binnen je brandscheiding. Nu kennen we natuurlijk de deuren voornamelijk hè, met de opschuimende strips en de geteste deurkozijncombinaties zoals we dat noemen. Heel belangrijk. En of je met rook te maken hebt, hè, dan zou je dus ook een valdoorpom moeten hebben. Bij warme rook heb ik het dan over. Hè. Dus rook van 200 graden, kom ik zo meteen even op. Wandcontactdozen. Ook een onderdeel wat vaak wordt vergeten in die brandscheiding. Dus ook daar zou je dus iets aan moeten doen om die op een veilige manier brandwerend te maken. Nou, als we even gaan kijken naar hoe rook en brand zich ontwikkelen bij een calamiteit, dan beginnen we altijd links onderin. Dus er is eigenlijk nog geen brand of rook aanwezig. Dus daar start eigenlijk de brand. In het eerste gedeelte heb je eigenlijk alleen maar te maken met koude rook. En die koude rook, nou, daar valt nog wel mee te leven. Dat is niet direct gevaarlijk ook voor mensen. Daar zou je nog goed doorheen kunnen vluchten.
Alleen als je nog eventjes wat langer wacht, dan gaat die koude rook die gaat dan over in warme rook. En we zien hier ook dan S200 tevoorschijn komen. En het wil eigenlijk niks anders zeggen dan dat die koude rook een temperatuur heeft van 200 graden. Nou, dan wordt het al wat serieuzer, want bij die 200 graden gaan materialen al wat doen. Met name kunststoffen, die kunnen al wat gaan verweken. Dus dat betekent dat je daar wel op een veilige manier mee moet omgaan. Dus dat je daar de juiste kitten voor moet gebruiken, et cetera. Nou, als we nog iets verder kijken in de tijd, dan hebben we ook te maken met een flashover. En die flashover, we zien hier dat die zeg maar in die 5 minuten, dat die temperatuur eigenlijk in een hele korte tijd zo richting de 1000 graden gaat. Nou, en als die temperatuur dus omhoog gaat, nou, dan gaan heel veel materialen dus branden. Die gaan dus meedoen met die brand. Nou, vervolgens komen we dan in de brandperiode. Dus die materialen die gaan dus branden en die raken op een gegeven moment ook opgebrand. En dan komen we dus in de doofperiode. Dat is eigenlijk het einde van de curve, waarin dus eigenlijk geen brandbaar materiaal meer aanwezig is. Nou, die flashover waar ik het eerder over had, die vindt eigenlijk plaats tussen de 250 en de 350 graden. Nou, dat is eigenlijk net nadat we die warme rook van 200 graden hebben gemeten. Dus heel belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Als we even gaan kijken naar die NEN 6075 die ik eerder heb genoemd. Die is eigenlijk naar voren getrokken. En die is ingegaan op 1 juli, jongstleden. Dus 1 juli 2021. En de methode voor de bepaling van de rookwerendheid, die wordt dus omschreven in die NEN 6075. En letterlijk staat er eigenlijk bij dat het de bepaling van de van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimte. Dus je wil dat die rook beperkt blijft tot één compartiment of één subbrandcompartiment. En dit dus niet doorgegeven mag worden aan het aangrenzende compartiment. Nou, dat staat dus allemaal in die NEN 6075. Dat is een Nederlandse norm. Die dus precies omschrijft hoe je die rooktesten moet uitvoeren. Daar ga ik zo meteen verder op in de presentatie nog wat meer over vertellen, ook met wat foto's, om te zien, om jullie even wat beeld te geven van hoe dat eruit ziet. En hiervoor worden eigenlijk twee methodes gebruikt. Dat is aan de hand van de brandwerendheid, of aan de hand van testen op het gebied van rookdoorlatendheid. Dus het zijn twee verschillende aspecten. Dus je kan het dus meenemen in je brandeisen, maar je kan er ook testen doen volgens die NEN 6075 om puur dus die rookdoorlatendheid te testen. Nou, wat is nou het verschil tussen rookwerendheid en rookdoorlatendheid? Dat zijn eigenlijk twee dingen die heel erg op elkaar lijken, maar toch wat verschillend zijn. Als we het hebben over rookwerendheid, dan is dat eigenlijk de mate waarin dus je scheidend bouwdeel, en dat kunnen wanden zijn, vloeren of schachtwanden bijvoorbeeld, onder genormaliseerde omstandigheden voldoen. En dat wordt uitgedrukt in RA en R200. Dus dat gaat puur over de constructie en dan hebben we het eigenlijk nog niet over wat daar doorheen gaat aan doorvoeringen. Dus dat betekent dat het lekken via naden en kieren en deuren en ook rondom je doorvoering is toegestaan. Ja, mits ze voldoen aan de criteria die daarbij gesteld zijn. Dus dat is je rookwerendheid. Nou, als we het hebben over rookdoorlatendheid, dan gaan we echt kijken naar dus het constructieonderdeel. En dan hebben we het over bijvoorbeeld doorvoeringen. En dan mag daar wat lekkage plaatsvinden. Dus dat betekent dat er nog wat rook doorheen mag komen. Maar dat mag natuurlijk niet te veel zijn, dusdanig dat het schadelijk is en dus dat er in het aangrenzend compartiment niet meer gevlucht kan worden. En dat wordt dan uitgedrukt in SA en in S200. En als we het dan hebben over het scheidende bouwdeel, die RA en die R200, dan mogen er maximaal 2 constructieonderdelen per 5 vierkante meter aanwezig zijn. Als we het hebben over SA en S200... dus dat is dan de SA, dat staat dus voor ambient, hè? Dus dat is de koude rook. En die 200 die staat dus voor een warme rook van 200 graden. En die beide die worden dus getest bij subbrandcompartimenten en beschermde subbrandcompartimenten. En het mag dus niet zo zijn dat je die rookwerendheid gaat vervangen, of dat je eigenlijk de brandwerendheid vervangt door rookwerendheid. Dat zijn wel twee aparte
aparte eisen die gesteld kunnen worden. Nou, als we dan gaan kijken naar subbrandcompartimentering, dan kan dat dus zijn de RA en de R200. Die worden dan geïmplementeerd. Dus die subbrandcompartimenten, die worden dan beoordeeld op RA. Dat geldt ook voor die beschermde vluchtroutes. En de beschermde subbrandcompartimenten en de extra beschermde vluchtroutes, die worden op R200. En het enige verschil tussen deze twee is dat de een op koude rook wordt beoordeeld en de ander wordt op warme rook beoordeeld. He, daar staat die R200 voor. Dus nog even ter verduidelijking, dus die RA en die R200 zijn geen vervanger voor de brandwerendheid. Ja, maar dat kan natuurlijk wel een aanvulling zijn op die brandwerendheid. Dus het kan een brandwerendheidseis zijn, maar ook een rookwerendheidseis aangegeven worden. Nou, als we gaan kijken hoe dat dan getest wordt vanuit de norm. Hieronderin zien we een plaatje, daar kom ik zo meteen even op terug. Maar dit zijn dus wat zaken waarnaar gekeken wordt op het moment dat we dus doorvoeringen gaan testen op rookdoorladendheid en rookwerendheid. Ik licht daar eventjes alleen die SA en die S200 uit. En die SA die wordt dus gemeten in een drukkamer bij een temperatuur van zo'n 20 graden. En er wordt dan gekeken naar de lekkage bij 10 pascal en de lekkage bij 25 pascal. En het verschil met die S200 is dat daar ook nog die 200 graden bij komt. En dan wordt er ook nog een keer gekeken naar 50 pascal. Dus dan wordt die druk nog een stukje opgevoerd. Nou, en die zak die we hier zien rondom die doorvoering, dat is eigenlijk om van tevoren eerst een nulmeting te doen, want er vindt altijd wel wat lekkage plaats. Dus dan wordt het van elkaar afgetrokken om zodoende dus die uiteindelijke lekkage van die doorvoeringen te meten. Dus je meet hier eigenlijk dus het lekverlies. Nou, dit is dan hoe zo'n testkamer eruit ziet. Nummertje 1, dat is het object wat je gaat testen. Dus dat kan, er kunnen dus doorvoeringen zijn, in dit geval in combinatie met een steenwolschotsysteem. Nummer 2, dat is het frame waarin dus dat object vastzit. Ik heb daar zo meteen nog wat foto's van. De geïsoleerde testkamer, dat is nummer 3. En nummer 4, dat is de luchtgeleider, die ervoor zorgt dus dat de lucht geleidelijk wordt verdeeld in die testkamer. En zodoende kan je dus ook die lekkage meten. Nou, nummertje 5, dat is het verwarmingselement. En die zorgt ervoor dus dat die koude lucht, hè, die relatief koude lucht die daar wordt rondgepompt, dat die op een gegeven moment verwarmd wordt tot 200 graden. En dan ga je dus op die S200 meten. Nou, er is ook nog een ventilator aanwezig. Nummer 6, een drukklep om de druk te regelen. En een ventilator. En de pijlen, nummer 9, dat is eigenlijk de richting waarop dus die luchtcirculatie plaatsvindt. Nou, als we dat dan even gaan bekijken in een foto van hoe dat er dan in de praktijk uitziet, dat zien we hier aan de linkerkant. Dit is dus de rookbox. Hè, dus daar wordt dus die lucht in gecirculeerd. De groene lijntjes die we zien, dat zijn dus de temperatuurmeters die temperatuur van 200 graden meten. Ja, dus die wordt precies afgesteld op 200 graden. En dat duurt ongeveer 30 minuten voordat die op die 200 graden is. En dit is dan het testframe. Nou, wat opvalt aan het testframe is dat het eigenlijk gewoon een houten regelwerk is. Ook met een houten plaat. Dus dit is een rooktest en geen brandtest. Dus hier hoeven geen gipsplaten of brandwerend plaatmateriaal toegepast te worden. Dus dit is puur een houten regelwerk in combinatie met een houten plaat. En daarin zitten dan... Er zit dan een kader met doorvoeringen en dat kader wordt dan getest. En dit is de ventilator ten behoeve van de drukopbouw. Ja, dus dan gaan we naar de 10 pascal, 25 en 50 pascal. Nou, nog even een plaatje van hoe een gesloten situatie eruit ziet. En hier zien we nog een keer dus, de constructie. Hè? Dus niet brandweerend, puur wordt die getest voor de rookweerstand. En dit is dan de doorvoering. Die is luchtdicht afgeplakt om die lekkage dus te meten. Nou, en hier zien we nog een keer de regelunit van de rookbox. Nou, gedurende zo'n test wordt er van alles gemeten. Dit is even een paneeltje van hoe dat er dan uitziet. En hier zien we dus dat die druk op dit moment op 50 pascal
zit. Hè? Dus dat betekent dat hier dus die 200 graden gemeten wordt, hè? Die S200. Nou, dat zien we in het volgende plaatje misschien nog wat beter. Nou, dan zit hij hier op 48 pascal, dus die moet nog 2 pascal voordat hij op die 50 zit. En die temperatuur, nou, die loopt hier ook nagenoeg op die, richting die 200 graden. Nou, dit is dan na de proef. En wat zien we? Dus dit is na een proef van S200. We zien hier dat het kunststof, dat begint eigenlijk langzaamaan te verweken bij die 200 graden. Dat betekent dus dat hij eigenlijk voor de sparing verweekt. Eigenlijk in de sparing gebeurt er nagenoeg niks. We zien hier ook dat hij is afgedopt. Nou, dat mag ook voor de test, want we zijn hier niet op brand aan het testen. Dus uncapped speelt hier eigenlijk geen rol. Het gaat puur dus om het gedrag bij warme rook van die leiding. En wat gebeurt er met die sparing die hier is afgedicht met multimestic SP. Nou, we zien dat er met die sparing eigenlijk niks gebeurt. Maar wel met de kunststofbuis in dit geval. En die is dus wat gaan verweken en wat gaan hangen in de sparing. Nou, we zien hier ook nog een beugel. En die beugel die hoeft er niet te zitten op het moment dat je dus met rookwerendheid te maken hebt. Wel als je een brandeis hebt, maar gaat het puur om rook, dan is een beugel eigenlijk geen vereiste. Maar goed, die zit er altijd wel op het moment dat je natuurlijk die leiding gaat afhangen, want die moeten toch ergens op steunen. Maar er is geen minimale afstand tot aan die rookscheiding. Ja, dus die mag gerust een meter zijn of anderhalve meter zijn. Dat is anders bij brand, want dan is die gelimiteerd aan hetgene wat getest is. Nou, dit zijn dan doorvoeringen. Als we gaan kijken naar naden en voegen. In dit geval een naad volledig dichtgezet met een multisealant A-kit. Dus de kit die bedoeld is voor lineaire voegen. En we zien dat er eigenlijk bij zowel SA en bij S200 eigenlijk geen verschil is. Die kitnaad die blijft nagenoeg onveranderd. Maar dat betekent wel dat je dus naden tussen beplating, maar ook boven je plafond in het plenum, rookdicht moet afwerken. Dat wordt nog wel eens vergeten in de praktijk. Dus dan worden de naden en kieren afgesmeerd onder het verlaten plafond. Maar alles wat daarboven gebeurt, dat wordt vaak vergeten. Maar ook dat is natuurlijk gewoon een rooklek in je brandscheiding. En dus dat is wel een verschil met hoe het nu is. Dus zometeen moet je dus ook boven je plafonds de naden en kieren afdichten. Nou, hoe is het nu geregeld binnen de bestaande bouw? Dus die bestaande bouw die wordt op dit moment, als we het dan hebben over rookwerendheid, dan wordt er eigenlijk gekeken naar de brandwerendheid. En dan zeggen ze anderhalf keer de brandwerendheid is de rookwerendheid. Dus dat betekent dat wanneer je een brandweerstand van 20 minuten hebt, dat je dus een 30 minuten rookscheiding hebt. Nou, daar gaan we dus vanaf stappen. En zeker voor nieuwbouw, want dan moeten we dus gaan kijken naar die RA en die R200, hè? Dus het constructieonderdeel. En we gaan kijken, scheidend bouwdeel. En SA en S200 op het gebied van constructies. Dus doorvoering ook. En soms is het zo dat verbouw dus ook soms als nieuwbouw aangemerkt kan worden. En dat zou dus ook moeten voldoen aan deze nieuwe richtlijnen. Nog even als laatste onderdeel de bestaande de brandkleppen. Er zitten nogal verschillen in tussen bestaande bouw en nieuwbouw straks. Hebben we te maken met brandkleppen binnen bestaande bouw, dan zijn er eigenlijk geen wijzigingen op het gebied van SA en S200. Dus dat zou je gewoon nog steeds af kunnen dichten met het multimestic C-systeem. Nou, dat kan ook bij nieuwbouw en verbouw. Alleen als je dan moet voldoen aan SA, koude rook of warme rook S200, ja, dan moet die brandklep natuurlijk wel dichtvallen. En zeker bij kleppen waar nog gewerkt wordt met de smeltlood. Nou, die smelt pas bij 72 graden. Nou, als we te maken hebben met koude rook met name, die bereikt die 72 graden niet. Ja, dan gaat die brandklep dus niet dicht. Dus dat betekent dat die aangestuurd moet worden door de rook- of brandmeldinstallatie. En dus dat is wel echt een wezenlijk verschil met hoe het nu is. En dat ga je zeker merken op het moment dat je bezig bent met vlinderklepjes, waar eigenlijk altijd een smeltloodje wordt gebruikt. Dus dat gaat bij 200 graden gaat het goed. Bij koude rook, dus onder normale omstandigheden, gaat dat dus niet goed.
Wij hebben dus de complete productrange getest. En die voldoet volledig aan beide eisen, dus zowel SA en S200. Op korte termijn zal deze ook opgenomen worden in de multiselector. En we gaan ook onze documentatie hierop aanpassen. Dan wil ik jullie voor nu hartelijk danken voor de tijd. Ik heb in mijn schermpje gezien dat er volgens mij wat vragen zijn gesteld. Ik wil u heel graag vragen om dat naar ons door te mailen. Dat kan via info@mulcol.com of via support@mulcol.com. En dan gaan we daar even per mail op reageren.